Hoe blij kun je zijn dat je tand eruit is? Goedemorgen, het is vandaag maandag en de eerste dag van school weer na de vakantie. Ik ben aan het proberen mijn schoen aan te doen, maar dat lukt niet met één hand. En nou kijk ik ze wel makkelijk aan. Dat zullen we altijd zien. Mama, ik vergeet het bijna. Ja, Sarah die zit daar lekker te ontbijten. We moeten over een paar minuten naar school, ze is bijna klaar. Dan zijn we allebei klaar. Ja, heb ik een cadeautje voor. Ja, je hebt een cadeautje voor je vriendin. En zo wat je helemaal. Wauw, wat leuk. Ik heb vandaag deze Benetton trui aan. Ik heb mijn kettingje weer om. Deze grijze spijkerbroek van Friends Connection. En mijn doendaarsjes. Dat wil jij ook even laten zien. En mijn broek. Ja, van die broek van America Today. Je shirt van de Zara. En je schoentje ook van de Zara. Je ziet er heel leuk uit. En je gaat even snel je ontbijtje opeten. Ik ben vandaag ook weer gezond begonnen met een banaantje. Ik ben weer thuis en we waren gewoon op tijd op school. Niet heel erg vroeg, maar we waren op tijd binnen. Ik ben gelijk even naar de winkel gegaan. Mimo, de poes, zeg maar. De oogje is niet helemaal goed. En deze had ik niet meer, een reiskoffer. Dus die heb ik gelijk even gehaald. En al een afspraak gemaakt. Dus daar gaan we vanmiddag heen. Alleen eerst even in huis dingen doen. Dan heb ik eerst de overblijf. En als ik terugkom, moet ik naar de dierenarts met haar. Tijd voor ontbijt part 2. Ik heb lekker appel met magere vanillejoghurt. Ik ging vanaf vandaag weer gezond eten. Dus goed begin, daarnet, banaan, nu dit. Nou, we zitten nu dus in de auto, maar. Verschrikkelijk. Maar er is de eentje het hier niet mee eens. Die heeft echt zoiets, wat doe je me aan? Maar ja, het moet even snel de oogje na laten kijken. Nou, we zijn weer thuis en deze jonge dame die heeft een ontstoken oogje en die is heel erg blij dat ze weer uit mag. Die liep heel de tijd te mouwen. Ja! En je hebt een groen oogje nu, hè? Van een, oh, je ziet het niet meer. Het was net van de druppels helemaal groen. Het zag er echt heel hard uit. En ik ga even snel deze box opruimen en dan kan ik eigenlijk alweer naar school Sarah ophalen. Hoe snel kan tijd gaan op een dag? Ik vind het zo bizar. Sarah gaat de wiebeltand kijken of die er nu wel uit gaat. Hij komt echt helemaal omhoog. Ha? Trek hem er maar uit. Ah, dat doe ik niet. Nee, kijk. Maar laat eens zien hoe ver die omhoog komt. Nee, hoe je net naar boven trok. Kijk hè. Ik kan het net niet zien. Auw, dat deed echt pijn. En hoe ver kan die naar achter? Dan zie je hem. Naar voren. Ja, hij is er eigenlijk al uit, maar hij wil gewoon... Nou, kijk, nou zag je net heel even 2 seconden. Je had hem naar voren... Doe hem nog eens naar voren. En laat dan eens je hand weg. Doe dan eens je hand weg. Die hand weg. Net zag je dat hij dan helemaal omhoog staat. Hij krijgt het nu niet meer in beeld. Hij is dan gewoon zo. Ja, blijf gewoon zo staan. Ja, hij is ook al dagen zo los. Nou, Sarah, de tand zit zo verschrikkelijk los. We gaan toch nog 1 keer proberen om eruit te halen. Nee, handje weg. Gaan. Ja? Handje weg. Ja. Kijk, hij zit zo los. Ja, dat is niet goed. Even opzij. Oh. Dat deed me al pijn. Ja, maar ik krijg geen houvast op jouw tandje. Dat is het. Ach, je moet er zo naar gaan en dan pakken. Ja. Nee, anders. Zo. Je vinger. Stop. Ja, maar ik heb hem niet te pakken. Je houdt je hand ervoor, schat. Je moet andersom, toch? Nee? Oké. Goed stilzitten. Oh, ik krijg geen grip. Laat me schoon zo proberen dan. Oké. Dus schat, dan moet je even goed stilzitten. Nou. Stop de deur. Hey, kijk eens. Hij is eruit. Hij is eruit. Je eerste tand.
Ik heb dus echt net het meest euforische kindje ter wereld volgens mij op bed gelegd. Want hoe blijkbaar je zei dat je tante eruit is. Maar zo schattig. En nu op de bank. Ik heb weer mijn theetje erbij. En ik ga weer verder met mijn favoriete serie momenteel. Ik ga lekker happy naar mijn bedje. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En zie ik je morgen. Doei!